Welkom bij alweer 5 tips over Photoshop deel 2. Tip 1 is niet ingewikkeld. Die gaat over lagen. En laat ik het venster er even bij slepen. Als je nou denkt, die hele kleine icoontjes, dat ben ik wel beu. Nou, je kunt ze ook groter maken. Gewoon in een leeg gedeelte met rechts klikken. En dan heb je de optie voor geen kleine standaard of bijvoorbeeld grote miniaturen. Iedere foto in het RGB-spectrum bestaat uit drie kleuren: rood, groen en blauw. En die zitten samen verenigd in een kanaal. En je hebt dus drie kanalen. En die kanalen hier staan in kleur weergegeven. Is dat bij jou niet het geval? Het kan wel. Je gaat gewoon naar bewerken, voorkeuren en dan de interface. En dan heb je hieronder de optie kanalen in kleur tonen. Kijk maar eens wat er gebeurt als ik het uitvink. Wanneer je inzoomt op een foto en je wil opeens naar een ander gedeelte van de foto, dan zou je dat via de navigator kunnen en dan ja, heel priegelachtig iets uitzoeken. Maar je kunt ook gewoon in de foto op de H drukken, de H ingedrukt houden. En als je nu je muisknop indrukt, dan ga je naar beeldvullend. En je kunt gewoon met je muisknop verslepen. En je ziet een heel klein vierkantje. Nou, dat vierkantje, dat is hetgene als ik de muisknop loslaat, waar ik op uitkom. Photoshop heeft bij mij een redelijk donkergrijs uiterlijk, maar dat kun je veranderen. Dat zit hierboven bij bewerken en dan onderaan bij voorkeuren en interface. En dan heb je bovenin vier kleuren thema's. Echt behoorlijk donker, tot aan behoorlijk licht. Het is maar net gewoon wat jij wil. Wanneer je op een foto een filter zoals curve toe wil passen, dan kan dat natuurlijk via aanpassingen en dan curve. Nou, je kunt nu wat dingetjes veranderen. Ik ga gewoon even heel extreem aan de slag. Stel dat ik dit gewoon niet goed doe. Stel dat ik dit filter bijvoorbeeld wil resetten. Ik wil terug naar die vlakke lijn. Als ik nou de alt toets ingedrukt houd, dan zie je dat mijn annuleren verandert in herstellen. En klik ik daar nou op, dan is mijn filter dus gewoon weer gereset naar de beginwaarde. En dat gaat ook voor de filters hierboven. Ik pak bijvoorbeeld Gaussiaans vervagen. Dat begint bij mij op waarde 15,3 heb ik hem de vorige keer meegebruikt. Nou, stel je voor dat ik 401 kies, dan wordt het aardig waarzig. Dit wil ik niet. Ik wil dit resetten. Ik hou de alt ingedrukt en klik gewoon op herstellen. Dit waren weer vijf hele eenvoudige tips. Dank voor het kijken en doei doei.